Verdriet, ik huil om overwinning. En dat mag toch, overwinnen, blijdschap. Tuurlijk. Ja, toch? Ik ben geen huiler. Ja, jouw kontje heb gehuild verleden. Je zegt alles, maar alles zomaar bij kreeg. Ja, maar dat was, huilen. Dat was in de moskee. Maar je hebt gehuild. Dus dat maakt niet uit. Dat moet je doen. Goeiedag, ik ben Isha van Felixlus, ik ben 23 jaar. Vandaag ben ik in het programma met mijn mama in verband met Moederdag. Nou, ik heb veel van mijn moeder geleerd. Leren praten. Wat heb ik van mijn moeder geleerd? Ja, leren koken. Ja. Leren omgaan met mijn problemen, dus je moet het niet voor jezelf houden. Als je met iets zit, moet je praten. Dus, snap je? Wat zeg maar, ik weet wel iedereen wat ze zegt, bijvoorbeeld. Als ze boos op me is, of wanneer ze me roept. En ze wil me bokken, zegt ze altijd. Isham. Ze zegt niet Isham. In plaats van Isham, zegt ze Isham. Dat zegt mijn moeder altijd. Zeg, maar hoe bedoel je? Nou, denk dat ik uiterlijk veel van mijn moeder heb. Je weet toch, mooi boy. En ja, karakter denk ik niet zoveel. We verschillen wel veel in karakter. Ik ben een beetje gek. Zij is ook een beetje gek, maar niet zo gek. Nou, waarom hou ik van haar? Ze is mijn moeder. Ja, ze doet veel voor me. Alles eigenlijk. Ze was mijn badoeke. Ja, wat moet ik zeggen? Ik hou gewoon van mijn moeder. Ja. Als ik er iets vraag, doet ze het. Met veel vragen stellen, maar. Uiteindelijk kan ik erover halen om het te doen. Goedendag, ik ben Christel Jongetaai. Ik ben moeder van twee kinderen, Zoe en Isham. Zoe die is 26 jaar en Isham die is 23 jaar. Verder ben ik ook nog oma van twee kleinzonen. Eén van 3 en één van 5 maanden, Sef en Ree. Ik heb vandaag Isham meegenomen. Hij vroeg me, mama, wil je meedoen aan een programma? En ik stemde gelijk toe. Om eerlijk te zijn, niet bepaald, boy. Het is eigenlijk vanzelf gekomen. Maar nu, op dit moment, zeg ik van, hey, het moest zo. Om eerlijk te zijn, heb ik dat niet als leuk ervaren. Ik was er wel als moeder. Ik gaf ze eten, drinken, schone kleren. Maar in wezen was ik er niet. Nu zijn we in een andere fase van ons leven. Mezelf en mijn twee kinderen en de kleinzonen. En we kijken nu heel anders tegenover het moederschap aan. En hoe het anders kan. Gedane zaken nemen geen keer. Dus we doen het nu beter. En daar zijn ze zich heel bewust van. We hebben een goede band. Maar... deze oma is er, maar deze oma moet nog heel goed voor zichzelf zorgen, dus heeft grenzen. En alleen op de donderdag heb ik de kleine van 5 maanden. En soms komt de grote ook, maar dan ga ik hem van school halen. Grenzen stellen als moeder en als oma is nodig om goed voor jezelf te zorgen. Als moeder heb je eigenlijk het beste met je kinderen voort. En je doet eigenlijk je uiterste best. En je denkt eigenlijk ook in je hoofd van, hé, ik doe het goed.
Maar als je naarmate je ouder wordt en dingen op afstand bekijkt, dan leer je ook anders, de dingen ook anders zien. Jaren geleden, toen ze nog klein waren, zeiden ze alle twee die remote. Ik heb de indruk dat hij eigenlijk geliefd is bij iedereen. Hij hoeft maar ergens te komen en je krijgt de indruk van hij is geliefd en gewild. En eigenlijk merk ik het overal. Hij is soms wel een beetje eerder geïrriteerd, maar hij kan ermee omgaan. Maar ik denk wel dat hij heel meegaand en spraakzame jongen is. Ik denk, de ergste vreesetjes moeder hebt, hebben we eigenlijk al ervaren. En het zien hoe je zoon of je dochter in een diep dal zit. En we zijn eruit en we zijn er trots op. En dat is het ergste. Als moeder echt zien dat je kind, ik wil niet zeggen in een hulpeloze toestand zit, maar op dat moment is het vrees, heb je echt zoiets van, hey, had ik het kunnen voorkomen, maar het moest gewoon zo om ons tot betere mensen te maken. Hij is in principe mijn beste vriend eigenlijk, hoor. Wel met mate, want ik ben nog steeds zijn moeder, maar we hebben wel een hele goede band met elkaar. Ja, nu in mindere mate, want we wonen nu apart, maar hij had echt van die dingen, als ik in de kamer ben, dan komt hij zitten, dan komt hij me doorgeven, misschien dan gaat hij eruit en dan komt hij na 5 minuten weer van hem. En nu heeft hij dat met zijn zus. Wat me trots maakt is dat hij van een ugly boy naar een best wel serieuze jongen tussen aanhalingstekens. Nee, dat hij best wel serieus is geworden. Hij weet wat hij wil en hij... Ja, overal ben ik trots op hem van wat hij allemaal bereikt heeft tot nu toe. Mm-hmm. Ik ben ook trots op mezelf. Ja, ik ben, wat me trots maakt op mijn moeder is... Ik weet niet, ja... Ik ga altijd met haar praten. Dus we hebben een goede band. Ik weet niet of dat een trots is, maar ik ga over alles met haar praten. Maar ja, alles. Dat is wel trots, toch? Mag ik trots daarop zijn? Ik weet niet of we veel overeenkomsten hebben, maar eigenlijk verschillen we veel. Ja, niet veel. Misschien. Qua looks zijn beide mooi. Maar gewoon... Ja, ik weet niet, wat qua karakter zijn we... Ik wil niet zo snel zijn, heel snel. Maar we kunnen het goed met elkaar vinden, dus dat denk ik... Is behouden elkaar in balans, denk ja, ik. Ja, dat denk ik ook. En we hebben geen overeenkomsten, want ik ben mevrouw Diepgang. Ik ga altijd vragen stellen en ik kijk gelijk naar van hey, waarom zeg je dat en wat is de oorzaak waarom je dat zegt en zo. Maar hij is gewoon van hey, ik zeg je het gewoon en dan ben ik klaar ermee. Maar ik ga altijd erover zitten nadenken. Ja, ik ben niet zo, dat is gewoon wat het is. Jij mag zeggen. Ik denk wel dat we een band hebben, hoor. Wie is va?
En... We maken ook ruzie, hoor. Dus nu lijkt het alsof we de hele dag goed zijn met elkaar. Maar we maken ook ruzie. We hebben veel meningsverschillen. We hebben heel veel meningsverschillen. En wonen we dus niet meer met elkaar. Maar als ik bijvoorbeeld boos was of boos ben, nu in mindere mate... Maar dan trek ik me terug en dan komt hij in de kamer en dan gaat hij zitten en dan gaat hij vragen waarom ben ik boos en wat dit en dat, dit, dat, dit. En dan kunnen we misschien een half uur lang praten en discussiëren van hey, waarom het gebeurd is en waarom we het zo zien. Dat hebben we al lang niet gehad. Maar hij komt het wel altijd uitpraten. Hij is niet iemand die, hoe zeg je dat? Hoorsmanna Atina, zo zeg je toch? Dat heeft hij wel. En dat maakt me ook wel trots. Hè? Hij is vergevingsgezind. Ja. Ja. Dat ben ik. Mijn wens naar jou toe is... Ja, dat je gelukkig bent, gezond. Dat. Ja. Veel dus, goede oma, veel met je kleinkinderen. Ja, wij worden groot, je toch? We gaan deze band niet altijd hebben. Ja, wel altijd, maar dadelijk heb ik ook kinderen. Weet je toch? Ja. Ik ga misschien trouwen ook. Mm-hmm. Dan moet je een band met je kleinkinderen hebben. Dat is hoe heet dat. Ja, toch? Zeker, weet je toch? Ja, dat, ik weet niet hoor. Dat is mijn wens. Hoe vaak? Niet vaak, hè? Of wel? Ik weet niet. Ik ben niet zo'n type. Weet je? Ik toon het, ik zeg het niet. Je moet niet elke keer zeggen van je, ik hou van je, daarom meen je het niet, sorry. Je moet het bewijzen, want ik bedoel van je kan elkaar als een beest behandelen en dan zeg je van ik hou van je. Shut up. Zo diep. Ja. Nee, liefde moet je tonen, liefde moet je bewijzen, je moet niet gewoon zeggen ik hou van je, sorry, dat is niet mijn stelling. En ik vind wel dat Isham en mijn dochter wel... Ik weet dat ze van me houden. Ze tonen het. Dat is het. Wij zijn van de daden, niet van de woorden. Ja, omdat het vandaag moederdag is, daar word je extra verwend, je weet toch? Namens Healthy Feet mag je een pedicure behandeling halen. Dankjewel. Je weet toch? Ja, man. Kijk, zie je Fabrik Joab? Ja, man. Happy Mother's Day, man. Je kan er mee baden en zo. Dankjewel. En nu gaan we naar de unhealthy dinner. Oh, je man. Waarom moet je dat zeggen? Niet waar. Opnieuw. Oh, de beide van cake. Surprise Your Tongue. Dit is van Surprise Your Tongue. Een chocolate cake, je weet toch? Lekker fruit, toch? Dankjewel. En van Brian Shea krijg je Henry Wine. Natural color, 12%. Je hebt toch geniet daarvan. Happy Mother's Day, man. Dankjewel, schatje. Ja, toch. Nou, mama, moeder is mijn beste vriend. Ja, we zijn beste vrienden. I love you. Ja, ja. I love you, too. Savito. Altijd klaar voor je kinderen, maar met grenzen. Heb altijd een luisterend oor voor je kinderen en do not judge. Ook zij zijn volwassen en ze hebben ook een eigen mening en leren naar elkaars mening luisteren. Thank you. Yeah. This is another Supreme production. Supreme TV.